beste artiest van de Nederlandstalige avond. En je ziet wat er van geworden is. Ja, het is enorm. Ik dacht dat 5 jaar geleden was. Maar je zegt 7 jaar geleden. Ik dacht 5 jaar, maar maakt niet uit. We vieren nu de 7e Hollandstalige avond. Ja, maar ik dacht dat ik 5 jaar geleden was dat ik ooit een keer hier was. Maar als je dan bekijkt, het is gigantisch. Het is enorm. Enorm, ja. En, ik denk zo'n beetje 3.500 mensen. En één groot festijn, dus één grote familie. En ik zie de jeugd tot moeders en tot oma's. De hele familie is er gewoon. Dus, de hele Brabantse familie. En dat is fantastisch toch. Ja. Je bent een vertegenwoordiger van het Hollandstalige lied. Denk je dat het Hollandstalige lied puur gezelligheid is? Ik denk dat een feest zonder Hollandstalige muziek... dat hoort er gewoon een beetje bij elkaar. Het sfeer... Natuurlijk heb je natuurlijk ook wel andere soorten muziek natuurlijk, maar als je hem bekijkt in heel Nederland, al die feesttenten van boven uit Friesland naar beneden in Limburg, dan ontstaat er vaak met een Nederlandstalige avond een gigantische sfeer. Het is allemaal verstaanbaar en de mensen kunnen alles meezingen. En met het oog op, kijk naar bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met de WK, hoeveel liedjes dat er nu uit zijn. Je merkt gewoon dat het, vooral de familiesfeer, ik probeer ook altijd die gezellige Achterhoekse vonk over te laten slaan. Ja. Dan is iedereen, bij wijze van spreken, familie van elkaar. Ah nee, sorry, je komt uit de Achterhoek. Is de Achterhoek en Brabant een beetje familie van elkaar, wat betreft het feestvieren? Nou, ik zeg altijd, jouw moeder en mijn moeder zijn allebei moeders, hè. En ik denk als je dit festijn zo meemaakt en als je bijvoorbeeld van voor tot achter iedereen mee ziet zingen en mee ziet zwaaien en dan denk je geeft gewoon een kick. Ja. Meisjes met rode haren, dat is, blijft jouw herkenningsliedje. Ja. Wat heeft Arne Jansen ondertussen nog meegedaan? Want het was bij jouw eerste optreden hier ook de hit. Ja, Meisjes met rode haren is gewoon de grote evergreen. Ik denk dat het liedje zeker zo bekend is als ik zelf, misschien nog wel bekender. En zo heeft iedere zanger heeft het eigenlijk, ik denk aan Rita Corita, het kopje koffie van Rita Corita. En zo heeft iedere zanger en zangeres de grote hit. Maar daarnaast heb ik toch een stuk of 7, 8 top 40 hits gehad. 7 brieven, Als een meeuw in de wind, Julie bijvoorbeeld. 2 jaar geleden Zeg eens meisje, en hoe top 40 gestaan. Dus ja. Alleen Rode Haren is gewoon min of meer het lied waar ik mee bekend ben geworden. Ja. Het Helvers Weekend, we zitten hier vanavond met een kleine 3000 mensen in de zaal. Is dat voor jou een lekker optreden? Ja, want het is een enorme sfeer. Voordat ik opkwam al, we hadden een aantal optredens gehad van Benny Nijman. Ria Valk hoorde ik en dan een fantastisch orkest hier. Dus New Four en... Het kan gewoon niet op. En dus de sfeer was er eigenlijk al. En dat slaat er gewoon over. Je hoeft er niet zo heel veel aan te doen. En de mensen zingen allemaal lekker mee. Eigenlijk onvermoeibaar. Prachtig, ja. Arne, je bent vanavond hier om een uur of 11:30 begonnen. Heb je vanavond dan meer andere optredens gehad? Nee, vanavond niet. Vanavond alleen maar deze. Ik moet erbij zeggen, ik heb hiervoor, gisteren ben ik begonnen. En hiervoor heb ik 14 dagen rustig aan moeten doen. Dus ik was 14 dagen geleden in Prinsenbeek na het derde nummer mijn hele stem kwijt. Ja. Misschien dat ik een klein beetje te veel hooi op de vork heb genomen. Het is een drukke tijd. Ik denk aan Koninginnedag en zo. Wat is te veel hooi op de vork voor een artiest in Nederland? 6 avonden in de week op de bühne? Ik laat me wel eens een keer te veel meeslepen met het publiek. En dan gewoon omdat je zelf ook... het is een wisselwerking min of meer. Dus dan gaat steeds, het publiek gaat steeds harder tekeer en dan ga je zelf ook steeds harder tekeer. En dan loop je zelf eens een keertje voorbij en dan is in één keer die stem weg. Maar wel deze drukke tijd. De zomer is gigantisch veel feest. Elke avond? Ja. Nou, niet elke avond, maar ik doe zo 200, 250 optredens per jaar. Dus dan kunnen we nagaan, het zijn natuurlijk wel links en rechts door Nederland toch wel wat afstand. Ja. Hartstikke goed. We vonden het leuk dat je vanavond hier was. Je hebt de zaal weer heerlijk op de been gekregen. Ik hoop dat we jou nog een keer terugzien op de Nederlandstalige avond. Dat hoop ik ook, ja. En je gaat vanavond terug naar de Achterhoek? Ja, ik ga vanavond terug naar de Achterhoek. Ik heb een maatje, die woont in Heeswijk-Dinter, hier vlakbij. Die ga ik nou straks naar huis brengen. Dus ik heb andersom, normaal komt hij mij ophalen. Maar nu, ik denk, ik heb toch vanavond maar eentje, kom ik jou ophalen. En dan ga ik weer terug naar de Achterhoek.
Ja. En morgen is onder weer op. Hè? Ja. Ja. Morgenavond optreden? Ja, morgen gaan we weer optreden. Ja. Waar als ik vragen mag? Ik dacht in Helvoetsluis de eerste. Ja. Ja. Gaat maar gewoon door, hè? Ja. Je zult weinig mensen uit Helvoort ontvangen, want we hebben morgenavond de country- en westernavond hier in Helvoort. Ja. Beroemde bekende artiesten, Ruud Hermans met zijn band, komt hier vanavond morgenavond optreden. Een zeer druk bezochte avond is steeds de countryavond in Helvoort. Arne, hartelijk bedankt. Oké, graag en gedaan. Tot ziens in Helvoort, ongetwijfeld. En jullie heel veel succes met de zender. Ja? Goed, goede reis terug. Hoi, dag. Goed, dames en heren, in het Artiestencafé een gesprekje met Björn Schwertz. Ja. Het klinkt zo Duits en zo Zweeds als maar zijn kan, en toch praat ze vol Hollands. Ja, ik ben in Kuik geboren. Ja. Klein plaatsje bij Nijmegen, het is nog wel net in Noord-Brabant. Ja. En daar woon ik al pakweg 24 jaar. En hoe komt zo'n Björn Schwertz, zo'n schitterende naam? Hoe klinkt het in het Nederlands? Of is dat ook je oorspronkelijke naam? Dat is mijn eigen naam. Officieel is het Björn Schwertz, maar vaak schieten die twee puntjes op de oor bij in en dan wordt het gewoon Björn. Björn. Goed, wat me zo opviel was, de stralende glimlach. Ik durfde wel dat hij nou ook weer komt. Kijk maar eens. Dat is bijna op commando, maar en nog echt natuurlijk ook. Hè? Ja. Ik hoorde hem op een gegeven moment zingen She's in Love with a Boy. Of With a Boy. She's in Love with a Boy. En dat gezicht daarbij. Dacht je toen iemand speciaals of niet? Of gaat dit te ver? Nou, nee, dat gaat helemaal niet ver. Maar ik denk niet aan speciaal iemand. Nee. Maar je staat zo te stralen. Dat is een dubbele vraag, hè? Ik had niet willen vragen aan wie, hoor, al had je ja gezegd. Nee, dat niet. Nee. Dat had ik gezegd aan jou. Hè? Maar je kende me nog niet eens. Maar goed, we zijn streekgenoten, hebben we net ontdekt. Wellerlooi, De Looi en Kuuk. En dat is vlak bij elkaar Kuuk. Aan de Maas. Hè? Wellerlooi, hè? Ja, Wellerlooi, precies. Ja. Zeg, wat betreft dat optreden, hè? Hoeveel ervaring heb je er nou eigenlijk mee? Want je ziet er nog zo jeugdig en stralend uit. Dank u. Zo voel ik me. Graag gedaan. Nou, ik ben begonnen met zingen toen ik 11 of 12 was. Gewoon in cafeetjes, een talentjacht en zo. Ja. En dat is zo doorgegaan. Het is wel iedere keer gegroeid tot mijn 15e. Toen heb ik dus aan de voorrondes meegedaan voor Henny Huisman. Nou, dat is toen gelukt. Ja. Met een nummer van Nicole, Ambition Vrede. Nou, dat was toen tv bereikt. En daar is basta. Hè. Voor sommigen is het dan goed. Maar toen heb ik verder nog bij Jan Rietman dan gezongen, Los Vast. Ja. Was eenmalig. Toen ben ik bij de Belgische countryband Black Hills terechtgekomen. Daar heb ik 7 jaar heb ik daar mee gezongen. Heel veel podiumervaring opgedaan en ook mensenkennis en zo en dergelijke. We hebben toen een oneenigheid gehad, ze hebben mij toen eruit gegooid, zeg maar. Maar ik ben achteraf, vind ik het jammer dat ze het niet eerder hebben gedaan, want ik ben nou hartstikke goed terecht. Met de desperado's, de wanhopige betekent dat letterlijk, geloof ik, of niet? Ja, dat klopt, dat is ook zo. Ja. Zo keken ze af en toe ook een beetje, ja niet allemaal hoor, ik weet niet of ze hier in de zaal zitten, maar in elk geval, het klinkt wel best bij jullie, hè? Wanhopig gezellig, want het klinkt gewoon goed. Ja. Muzikanten zien ook, een topkwaliteit allemaal, hè. Die hoeven ze maar iets te geven en daar spelen ze meteen. Maar het is ook een beetje een familie onder elkaar, geloof ik, hè? Zo'n Ruud Hermans ziet toch al wat langer bekend is in dat wereldje. Ja. Het zit allemaal dicht op elkaar, geloof ik, hè? Heel dicht op elkaar. Het is allemaal Brabant, hè? Ja. En één grote familie dus? Ja, één grote familie. Met als een soort geestelijk vader Jan Pico Kri, die voor iedereen al wel wat weet, geloof ik, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja meer dan ik van jou weet ik wel. Ja, dat komt nog wel. Misschien wat meer interviews. Maar bedankt in elk geval voor het interview en succes met je carrière. Ja, leuk dat je hier was, in elk geval. Hey, Ruud Hermans, welkom hier in Helvoort. Maar dat is niet voor de eerste keer, want toen ik als klein jongetje de eerste keer naar Helvoets Weekend kwam, en toen was ik ongeveer net zo groot als nu overigens, hoor, jaren 15 geleden, toen stond Ruud Hermans er volgens mij ook al. Ja, sommige plaatsen, daar blijf ik terugkomen. En Helvoort is altijd hartstikke leuk. Ja. De laatste jaren wat minder gespeeld hier, maar wel betrokken bij het programma. Ja. En dat is ook leuk, een avond gewoon op je grens zitten en kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. Wat mij zo opvalt, hè, want ik heb net in die zaal staan kijken naar, je geeft eigenlijk zo tussendoor een beetje geschiedenislessen. Voor de geschiedenis van de country music? Nou, ja, ik doe die muziek al sinds de jaren 60, laat ik zo zeggen. Ja. Toen Birds en Burrito Brothers waren nog niet echt country toen. Ja. Maar ik vind het wel leuk om de mensen zo even mee terug te nemen naar het verleden. Tegenwoordig hoort het er allemaal bij. Dus, Wat me opvalt is, die beginjaren, toen waren er veel jongens bij met leren hoeden, leren jasjes, grote leren laars aan. Die hele scene, als het zo tenminste heet in deze wereld, die is veranderd, hè? Nou, in Helvoort zeker wel, moet ik zeggen. We maken heel veel avonden mee dat echt een derde van het publiek wel met hoed opkomt en jasjes en
pistolen en zo. Nou ja, als die mensen daar zo... Ja, het gebeurt. Meer vlijmen heb ik zo de indruk als je daar speelt. Nee. Als we de regionale pers een beetje volgen, maar die lezen waarschijnlijk. Nee, dat is landelijk. Landelijk ja, is dat wel. Ja. En een hele hoop mensen maken zich daar druk over van, is het er nou? Ja, voor die mensen is dat wel. En ik heb er helemaal geen moeite mee. Ik heb me altijd staande gehouden om te zeggen, ja, bij die muziek hoort voor mij niet per se een country hoek. Om nou een country hoed, om een stukje geschiedenis te geven, weer. Ja. Die hoed die komt gewoon eigenlijk van de western movies, jaren 30, jaren 40. Ja. Ja. En een hele hoop country artiesten zijn dat imago gaan volgen. Maar van oorsprong is het een deel ervan. Maar nu zijn er een hele hoop mensen die zeggen van, ja, dat is het. Maar ben eens eerlijk, heb je hem in de kast hangen nog? Ik heb wel zo'n jasje met van die franjes heb ik eens gekocht in een onbewaakt moment. 250 gulden kostte dat ook nog. Dus als er liefhebbers zijn, van mij mag het. Maar er wordt mij wel eens mensen zeggen van, ja, je hebt er een hekel aan of zo. Ja. Maar ik heb er helemaal geen hekel aan. Ja. Ik heb wel eens meegemaakt op truckersfestivals. Ja. Daar zie je heel veel mensen met van die suede flaphoeden of de... Ik heb meegemaakt dat zo'n organisator van zo'n festival, je moet een hoed op. Ja. Ik zeg, ja, ik heb nog nooit een hoed opgezet. Ik zeg, voor jou ook niet. Dus ik zeg, als ik kan gaan, dan ga ik. Nee, het is in ieder geval niet zo dat je je vanavond speciaal voor Helvoet gekleed hebt. Daar wel. Daar ja, wel gekleed wel, maar niet speciaal in deze kleding. Nee, dat doe ik nooit. Nee. Je blijft jezelf wat dat betreft. Maar goed, de blik is ook wat ruimer dan puur alleen de country muziek, of niet? Nou, ik ben wel een country jongen in hart en nieren. Ik hou van heel veel muziek, maar het spelen vind ik toch, vind ik country het leukste. Ja. Ja. Hoe ziet zo'n week er nou uit van Ruud Hermans? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat country muziek? Wil je alle dagen weten of niet? Begin eens met zo'n dag als vandaag. Het is eigenlijk zo'n prachtige mooie dag geweest. Ja, nou... Laat opgetreden wellicht, vroeg het bed uit misschien alweer. Hoe gaat het leven van een artiest? Nou, mei is een hele drukke maand. Ja. Dan spelen we echt veel. Vandaag heb ik niet in de zon gezeten, andere dagen, zo'n uurtje op balkon. Ja. Vandaag ben ik bezig geweest met de voorbereiding van het programma Country Time van de KRO. Ja. En op mijn gemak gaan douchen, nog even de FA Cup meegenomen en toen hier naar Helmond. Wat was de uitslag voor degene die het niet gezien hebben? Ik heb het tot 2-0 gezien, Eric Cantona, twee penalty scoren. Ja. Het is 4-0 geworden en ja, dat is zo'n beetje mijn dag. En morgen mijn radioprogramma weer doen en dan... Dat is een wekelijks programma wat je presenteert? Iedere zondagavond tussen 7 en 8. En dinsdagmorgen zit ik ook live tussen 4 en 7. Nachtprogramma. Dus, beste Helvoetse kijkers, wie zijn hart verpand heeft naar Ruud Hermans. Zijn stem en zijn muziek kan terecht bij Country Time bij de KRO. Veel succes met je optredens vanavond nog. Want je treedt nog een paar keer op, geloof ik. Samen met Björn heb ik net begrepen. Een enkel lied nog. Ja. En we genieten er al bij voorbaat van. Bedankt voor het interview ook. Jullie ook. Succes, hè? Hartstikke dank. Thank you.